Het is af en toe moeilijk voor te stellen dat hier ook echt mensen wonen. Praktisch de enige auto's die je tegenkomt zijn onze eigen auto's. En daarom kun je ook gewoon midden op straat gaan staan om eens even de boel te analyseren. Was gewoon op een gegeven moment gewoon gokken wat je deed. Ja, dan kom je een vrachtwagen tegen en dan zit je gewoon in een sneeuwstorm. Ja. En dan hoop je gewoon dat het goed gaat. En af en toe zit je net een beetje naast de weg en dan gaat hij naar ABS. En dan voel je hem weer. Ja, dan voel je hem echt lekker gaan. Dus het was wel link. Vaak is spannend, ja. Ja. Maar goed, we hebben het overleefd. En nu maar hopen dat het tijdje licht blijft. Ja. Dat we in ieder geval niet te snel weer in het donkere weer komen met de sneeuw. Want dat is echt een drama. Ja. Zeker wel even omhoog. Dat is voor Vitanolie natuurlijk. Even zo, hè. Ja, ons koffiezetapparaat is helaas bevroren en overleden. Dus we zijn afhankelijk van Team Vieten voor de koffie. Maar als compensatie hebben wij lekker vlees bij ons in de magnetron. En dan gisteren spare ribs. Dus en vandaag gaan we voor de gehaktballen of gaan we voor de tosties? Ja, vandaag gaan we voor de gehaktballetje, denk ik. Hè? Ja, vandaag gaan we voor de gehaktballen. En de tosti. En de tosti? Tussen de middag hebben we tosti en dan doen we vanavond even een gehaktballetje. Nee, dat lijkt me een goed idee. Ja, super. Mayo? Of is die bevroren? Ja, die is ook bevroren. Ik denk dat we even harder gaan rijden en dan zorgen we gewoon voor dat Benny weer een beetje satésaus produceert onderweg. Huh? Heerlijk. Iets verderop komen we de mannen van Team Confidence tegen. En zij rijden wel voor een heel persoonlijk goed doel. Ja, klopt. Dat is een vriend van ons. Die heeft een bedrijfsongeval gehad. En die is voor 55% verbrand. Dus daarmee hebben wij daarvoor hebben wij de goede doel zo opgezet voor hem. Dat hij financieel een beetje bijgesteund wordt. Zeg maar. Ja, dus jullie steunen eigenlijk door jullie bijdrage het gezin? Ja, dat klopt. Ja. En voor een heel goed doel, denk ik. Beter kan het niet zijn. Hij is nu thuis. Hij is nu thuis en het gaat heel erg goed met hem. Alleen ja, hij heeft heel lang een stijl van minimaal denk ik een jaar. Dus daarmee ondersteunen we hem een beetje. Dus dat zou je op ons doen. Hebben jullie veel geld opgehaald? Ja, daar zijn we nog mee bezig. We zitten nu denk ik rond de 8000 euro zo ongeveer. 7000-8000 euro. Dus dat is wel leuk voor hem. Mark, tot zaterdag. Zie je jongen. Komt we goed. We hebben alle plezier voor jou gedaan jongen. Ja. Ik zie je. Oké. Super.